Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op deze satellietfoto kunnen we zien dat we te maken hebben met een dik pak bewolking. Maar vanuit het Noordoosten komen opklaringen dichterbij. En in die opklaringen zit ook warme lucht die in de komende 24 uur vanuit het Oost-Noordoosten ons land gaat binnentrekken. Zoals gezegd, op dit moment nog vrij veel bewolking. En zeker in het midden en zuiden van het land regent het ook flink. Dat kunnen we zien op de radarbeelden. Vanuit het oosten komt die regen ons land binnenzetten. Met name in het midden en zuiden. Dus regen. In het noorden komen nu ook een aantal buien binnenzetten. En daar kan ook onweer bij zitten. Later vanmiddag en vanavond komen die buien, met name in het noorden. En later ook af en toe in het midden van het land voor. In het zuiden is het dan op de meeste plaatsen nog bewolkt en regenachtig. De opklaringen breiden zich geleidelijk vanuit het noorden uit. Komende avond ziet het plaatje er dan zo uit: in het noorden dus de opklaringen, in het midden en zuiden nog vrij veel bewolking en dus buien in het noorden en nog wat regen in het uiterste zuiden. De temperatuur varieert van zo'n 15 graden in Limburg tot al 20 graden nog in Groningen en er staat een matige en zeekrachtige wind uit het noordwesten. Komende nacht wordt het op een heleboel plaatsen droog. In het zuiden kan in eerste instantie nog wat regen of een bui vallen. Later in de nacht komen er ook in het zuiden meer opklaringen en dan kan het lokaal nevelig worden. De wind neemt in het binnenland af naar zwak of matig, kracht 2 of 3. De minima liggen zo tussen de 15 en 17 graden. Dan het weerbeeld voor morgen. Dat ziet er best aardig uit. We hebben een flinke zonnige periode, zeker in de ochtend. Dan is het ook op de meeste plaatsen droog. In de middag gaan er stapelwolken ontstaan en later kan verspreid, met name in het middenland een enkele regen- of onmisbuiten tot ontwikkeling komen. Maar er zijn ook genoeg plaatsen waar het gewoon droog blijft. De middagtemperatuur varieert zo tussen de 24 à 25 graden aan de kust en 26 tot lokaal zelfs 29 graden in het binnenland. En dat bij een matige wind uit het noordoosten. Kijken we dan naar de dagen daarna. Het blijft aan de wisselvallige kant. Met zowel vrijdag, zaterdag als zondag buien. Zeker op de vrijdag en de zaterdag ook met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt de eerste dagen nog vrij hoog. Rond de 25 graden. Maar gaat later in het weekend omlaag. En komt uit zo rond de 22 graden op de zondag. En de wind waait dan uit het zuidwesten. Matig kracht 3 of 4. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.